een heel lang verhaal. Dus, en mensen, nogmaals bedankt voor alle lieve berichtjes. Het was hartverwarmend. Zag je ze? Hoppa, daar gaat hij. Hey, hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Tineke en ik ben van het kanaal Vloggende 50-plusser. Leuk dat jullie weer hebben aangeklikt. Dit wordt een hele korte vlog. Even een uitleg. Ik zit hier op de boot, dat zien jullie goed. Het is dinsdagmiddag. Maar ik moest even een klusje doen hier op de boot. Ik moest even een afwasje doen nog en ik moest even een sleutel achterlaten. Maar ik wil allereerst iedereen heel hartelijk bedanken voor alle lieve berichtjes, voor de felicitaties, zowel op YouTube, op Facebook, op Instagram. Vanwege de geboorte van onze kleindochter Mare Elise. Ja, die is 31 mei geboren, voor wie het nog niet weet. Voor wie mij niet volgt op Instagram en Facebook. In goede gezondheid, 9 dagen te laat, maar goed, ze is er en ze is gezond. En goed, jullie zien wel stukjes daarvan hier in de vlog, kleine stukjes. Ja, ik zit hier op de boot. Van het weekend zijn we niet weg geweest. Ja, eventjes. Dat leg ik zo even uit. Ja, vandaar wordt het ook een hele vlog, een korte vlog. Omdat ik, we hebben verder niks gedaan. We zijn niet weg geweest. Niet wat interessant was om te filmen, althans. Ik laat wel een klein stukje zien van wat we gedaan hebben. Want ja, deze boot, je ziet het ook, hij is heel kaal. Alle kussens zijn weg. En dat is in de Kuip ook zo, zijn alle kussens weg. Deze boot gaat van eigenaar veranderen. Ja jongens, wij gaan hem verkopen. En ik moet zeggen, met pijn in het hart. En er zullen natuurlijk wel mensen zijn die zeggen van, waarom doe je dat dan? Dat heb ik eerder gehad met onze vorige boot. Maar ja, met pijn in het hart, maar wel noodzakelijk. Het is een boot die nogal wat onderhoud vergt. En we hebben bijvoorbeeld een hele teakhouten rand hieromheen. En Chris had hem al voor een stukje kaal gemaakt. En dat is ook de bedoeling, dat was de bedoeling dat de lak eraf gehaald wordt. Kaal gescheurd en dan in de teakolie. Als je daar begint, dan zie je dat hier binnen ook een en ander moet gebeuren. De kussens moeten vernieuwd eigenlijk. De bekleding was niet zo mooi meer. En dat was niet zo erg. Dat hadden we wel in de planning zitten. Maar het was wel een hele klus. En dat is iets wat niet de hobby van mij en Chris is. En dat was ook al een beetje het struikelpunt toen we voor het eerst naar deze boot gingen kijken. Toen namen we hem eerst ook niet vanwege het vele houtwerk. Goed, om even een lang verhaal kort te maken. Wij lagen ergens met de boot voor een paar weken terug. En toen kwam iemand langs zeivaren. En die deed een verhaaltje van mijn broer zoekt zo'n boot. Willen jullie hem ook verkopen? En ja, toen, we hadden eigenlijk net dat weekend besloten van we willen wel blijven varen. En ja, toen hadden we zoiets van, dan blijven we varen en dan gaan we zo nu en dan een camper huren als we naar het buitenland willen. Maar deze meneer kwam op ons pad en hij zocht voor zijn broer dus
deze boot. En dit is een boot, als wij hem zelf moeten gaan verkopen, dan is dat niet zo makkelijk. Want het is een mooie, ruime boot, maar het is wel voor een bepaald publiek. Het is voor mensen van onze leeftijd, niet meer met kleine kinderen. Dus ja, lastig te verkopen. En deze man kwam op ons pad en heeft een mooi bod gedaan en daar zijn we op ingegaan. Dus we hebben wel gezegd van, je komt naar ons toe, die boot krijg je nog niet mee. Wij willen de vakantie er nog mee weg, want ja, anders hebben we niks natuurlijk. En de weekenden willen we nog weg. Dus half augustus gaat hij naar de nieuwe eigenaar. Dus jullie kunnen allemaal nog vlogs zien van de boot. En dat we ermee weggaan en op de vakantie. Maar dan, ja, we zijn wel op zoek naar een andere boot. Dat gaan we van de winter doen. Daar hebben we alle tijd voor. En ja, dat dus. Dat is het verhaal. Dus ja, we zijn van het weekend ook al een beetje aan het boten kijken geweest. We zijn natuurlijk naar onze kleindochter geweest. Dus we zijn er niet meer weg geweest. We hebben gisteren wel even een proefvaart gemaakt met die nieuwe mensen. En die willen de kussens gaan vervangen, dus die hebben alles al mee voor, om te mallen. Dat brengen ze wel weer terug deze week. Ja, anders hebben wij niks om te zitten natuurlijk. Dus dat is allemaal heel goed geregeld. We hebben hele goede afspraken over gemaakt. En dat is het verhaal. Een heel lang verhaal. Dus, en mensen, nogmaals bedankt voor alle lieve berichtjes. Het was hartverwarmend. Ja hoor. Dan ga ik het alvast doen hier. En weer een beetje fatsoeneren. Want ze komen vanavond nog wat opmeten op de boot. Dus dat ga ik even nog. Nou, komen ze eraan. Ga maar zitten, ga maar wachten. Goed zo. Ga maar wachten. Hey. Ja. Daar komen ze aan. In de verte. Ja. Op de bende van ellende. Lieverd. Hi. Hi. Lieverd. Ja. Zag je ze? Ja, ze heeft gepoept, ja. Hoppa, daar gaat hij. Geweldig.
Doei.